Ze is opgestapt uit de politiek. Die Renske Leijten, heb je dat gelezen, van die SP? Ja, 17 jaar lang. Heel trouw, Kamerlid geweest. Zij aan zij gevochten nog, met die Omtzigt. Met die toeslagenaffaire. En in één keer helemaal genoeg van, buikvol, klaar. En alles wat zij zegt over de politiek. Vrienden, jullie en ik, wij weten dat al een hele tijd. Wij zeggen dit al een hele tijd tegen elkaar. Ja, over de politiek in Den Haag. Dan zegt zij, ja, het wordt tijd om uit die bubbel te stappen. Ja, ja, hè. Tuurlijk zitten die in een bubbel. Ja, alleen maar bezig met elkaar vliegen afvangen en machtspelletjes en weet ik, allemaal dat. Dat is die hele bubbel. En zij zegt daarna, zegt ze, ja, het wordt weer tijd om de echte samenleving op te zoeken. Ja, hey, dat zeggen wij ook al een hele tijd tegen elkaar. Ze hebben natuurlijk geen enkele feeling met de samenleving daar in Den Haag. Ze hebben echt geen idee hoe de gemiddelde Nederlander leeft en wat ze doormaken en wat de problemen zijn. Geen benul. Nou, en dat zegt die Renske nou. Ja, hè? En wat zegt zij nog meer? Ja, daar komt hij. En weer geen verbazing. Zij zegt, het is daar een giftig klimaat, daar in Den Haag. Ja, hallo zeg hé. Ja, natuurlijk is het giftig. Natuurlijk is dat heel vervelend, al die mensen daar bij elkaar. Met al het gedoe. En toen zei ze ook nog, het gaat zo traag in Den Haag. Ja. Oh, nou ja, Speedy Gonzales, die woont daar niet hoor. En Bugs Bunny, nee, die hebben daar echt geen appartement hoor, in Den Haag. Nee, en een schildpad wint de 100 meter nog van die lui in Den Haag. Ja, daar op het Binnenhof. Vrienden, zo alle niks doen. Nooit eens een keertje de handen uit de mouwen. Nee, gewoon alleen maar babbel de babbel de babbel. En daar heeft die Renske nu helemaal de buik van vol. Ja, en ze is niet de enige. Er zijn er wel meer in die politiek die een buiging maken en zeggen, hey Den Haag, zoek het uit.